Iemand die ook een carrière switch aan het maken is, is Stefan Wouters. Welkom Stefan, wat leuk dat je mee wil doen. En mijn eerste vraag is eigenlijk, waarom wil je meedoen aan dit item? Nou, omdat ik heel enthousiast ben over het project wat loopt via mijn werkgever. Om in een verkorte opleiding te doen en daarin mijn diploma te halen. Oh, knap. Want wat houdt jouw carrière switch in? Nou, ik ben vanuit verschillende commerciële functies en het laatste reclamewereld heb ik overgestapt naar de zorg. Dat is niet niks. Hoe is het zo gekomen? Het heeft altijd al in me gezeten. En ze vonden me ook veel te lief voor de verzekeringen. Te lief? Ja. En het moet in je zitten. En ik heb een oriëntatiebaan gedaan van tevoren. Om te kijken of het wel iets voor mij was. Nou, binnen een week wist ik het. Oh, dus, ik zit op een plek. Ja. Dus de aanleiding is duidelijk. Ja. Wat was jouw eerste stap om de overstap naar de zorg te maken? De eerste stap? Nou, praten met vrienden. Van, ik zit niet lekker in mijn vel, de werkgever waar ik nu werk. Iedereen zegt tegen mij, je moet er zorgen. Van, ook ja, de type, het type wat ik ben. En dat blijkt nu. Oké. Maar dat zal niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Nee, het is een vriendin van mij die geeft yogalessen. En een teamleider van mijn werkgever. Die had yogalessen bij haar. En via haar heb ik het eerste contact gelegd. De situatie, mijn privé situatie, die geeft wel openingen daarvoor. Ja. Oké. En toen jij die zijinstroomorganisatie benaderde voor de zorg, wat gebeurde er toen? Verschillende informatieavonden. Die hebben heel kort geschakeld. Dat vond ik ook wel heel prettig. En eigenlijk binnen een paar weken begon ik met de studie. Wauw. Ja. En hoe is het om weer te studeren? Heel erg leuk. Ja. Het is een combinatie van werk en leren. En we zitten in een klasje met 13 mannen. Of 13 man. Ik ben de enige man. De enige man, ja, oké. Okay. Dus het is 12 vrouwen. Maar eerst verkocht je verzekeringen. Ja. En nu ben je bezig met mensen verzorgen. Ik was meer de verzorgende adviseur. Oké. Okay. Dus de financiële zorg. Mm-hmm. Dus ik koos niet voor het grote geld, maar ik koos voor... Aandacht. Ja, aandacht voor de mensen. Ja, en dat doe ik nu iedere dag. Dus, En welke investeringen heb je allemaal moeten doen om dit voor elkaar te krijgen? Nou, eigenlijk geen investeringen. Nee, zo makkelijk gaat het. Ja, ik ga ook niet meer naar mijn werk. Ik mag voor de mensen zorgen. Ja, en dat geeft gewoon een heel voldaan gevoel. Ja. Ik heb begrepen dat de aanleiding best wel, want we hebben elkaar van tevoren ook een beetje gesproken, was best wel veel impact op jouw leven. Klopt, ja. En de kijkers die hier de webinar volgen, hebben soms ook een soort gelijk verhalen. Ja. Wat zou je hen willen zeggen als je helemaal in de shit zit? Ja, je komt heel gauw in een neerwaartse spiraal terecht. Want mijn laatste werkgever die had gezegd van het contract wordt niet verlengd. Ja. Nou, toen dacht ik, dan ga ik de WW in. En tijdens de WW ga ik beginnen met mijn studie, de zorg. Nou, ik miste net één dag. Oh, geen WW. Nee, dus... En twee dagen later belt een andere opdrachtgever voor waar ik van tevoren voor heb gewerkt. Of ik 7 maanden voor me wou werken. Nou, dat was het probleem van de WW opgelost. Ja, en toen kwam ik eigenlijk zo in gesprek met mijn vriendin van in de zorg. En toen is dat contract geëindigd. En toen ben ik eigenlijk meteen de zorg ingegaan. Mooi. Ja. Welke talenten kun je nou nog beter benutten dan in je vorige carrière? Het echt omgaan met mensen, het echt zorgen, wat in het leven toe doet, als het ware. Niemand houden commerciële targets halen, maar er voor de mensen zijn. Ja. Luisterend oor, helpen bij de revalidatie, en dat maakt het zo leuk. Ja, als ik jouw verhaal zo beluister, is dit een prachtig voorbeeld van dat je meerdere talenten ook in een andere baan mee kan nemen naar een nieuwe baan. Ja. Zeker. En dat het goed is om eens na te denken, wat heb ik allemaal in huis, wat ik ook in een andere job kan gebruiken. Ja, en vooral, waar word ik gelukkig van? Ja. Dat is voor mij ook van, ik heb voor het geluk gekozen. Voor mezelf, voor die rust. En daar voel ik me heel erg prettig bij. Oké. Nou, lijkt me een prachtige afsluiter. Dankjewel, Stefan, voor het mooie verhaal. Graag gedaan. Leuk dat ik mijn kant van het verhaal kan vertellen. Voor mij is dat belangrijk om verhalen uit de praktijk te horen. Dat maakt het voor mij nog meer inzichtelijk. Dus dat was voor mij zeker een reden om hier een steentje aan bij te dragen. De switch die ik ga maken is van de Rabobank naar het onderwijs. De reden dat ik de switch maak van de Rabobank
naar het onderwijs heeft vooral te maken met de energie die het me geeft. Ik merkte dat ik het werk wat ik deed leuk vond, maar er geen energie meer van kreeg en ik ben daar toen over na gaan denken. Toen ben ik gaan investeren in mezelf. En dat heb ik gedaan door onder andere al mensen om me heen te vragen wat ze mij zouden zien doen wanneer ze niet aan de Rabobank zouden denken. Ook ben ik me gaan inlezen op het internet in verschillende opleidingen. En daarnaast heb ik gebruik gemaakt van het ontwikkelbudget en een loopbaancoach in de arm genomen, wat in dit geval Ivy Carrière is geweest. Eigenlijk zou ik alleen willen zeggen, volg je hart en durf die stap te zetten. En natuurlijk is het altijd even makkelijk, voor mij als jonge moeder met 2 kinderen van 3 en 5 jaar, mijn werk ernaast, mijn gezin, mijn privéleven is het echt wel eens aanpoten en ga ik ook zeker de komende periode best nog wel eens tegen dingen aanlopen en misschien wel eens denken van hoe ga ik het doen. Maar ik weet zeker dat het me gaat lukken. De energie die het je geeft is echt gewoon onbeschrijfelijk. Het is gewoon hartstikke leuk om mee bezig te zijn. En het feit dat ik open kaart heb gespeeld met de Rabobank heeft ook gemaakt dat zij ervoor gezorgd hebben dat ik het eerste jaar, nu mijn jongste zoontje nog niet op school is, wat minder ben kan gaan werken. Ik koop wat uren extra en dat allemaal in overleg, terwijl zij gewoon bijstaan in het feit dat ik een andere keuze ga maken. Ik ga me nu in de periode dat ik mijn studie volg nog volle bak inzetten bij de Rabobank, wat ik nu nog met meer plezier deed als dat ik toen ik niet helemaal lekker functioneerde, want dat doe je niet als je niet op je plek zit, maar daar kom je nu pas achter. Dus zet die stap en heel veel succes!